Zwemmen, een van de kenmerken van zwemmen is dat de chloor aanwezig is. En daar zal ik straks iets over zeggen. Chloor doodt het virus heel efficiënt. Het kenmerk van en zwembaden zijn vaak groot. Als je sporthallen bekijkt, en met name de sportscholen waar nu veel over te doen is, dat zijn kleine ruimtes die niet heel erg goed geventileerd zijn. En het kenmerk daarvan is dat mensen zweten en dat ze hijgen. En ik weet niet of je een beetje de discussie rond koren en dergelijke hebt gevolgd. Er zijn in kerken in de wereld wordt gevraagd om, hoe komt het nou dat zoveel mensen in kerken, Zuid-Korea, Amerika, Nederland, het concertgebouw, dat die koren dat grote bronnen van verspreiding zijn. Dat heeft te maken met het uitademen en het inademen. En dat is ook wat je doet in sportscholen en bij trainingen. En zeker als het in slecht geventileerde ruimte. En dat is heel anders bij zwemmen en waterpolo. Want ja, transpireren doe je niet of nauwelijks. Hijgen doe je wel, maar dat doe je eigenlijk meer in het water. En ja, als ik zelf hardloop, dan hijg ik op echt een hele andere manier dan als ik zwem. Dus ik denk dat daar het grote verschil zit. En daar komt ook de besluitvorming van het OMT vandaan.